Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag wat uitleggen over pijnlijke handen, schouders tijdens het fietsen. En dan enigszins in het bijzonder op een elektrische fiets, maar het geldt natuurlijk ook wel voor de gewone, normale fiets. Het gaat even om de principes waar je op kan letten als het gaat om de afstelling van de fiets. Vind je deze video nou leuk? Klik dan op like en abonneer op ons kanaal. Ja, de afstelling van een stuur, dat doen we eigenlijk om het bovenlichaam zeg maar in de juiste positie te krijgen. Daarbij hebben we in eerste instantie even de grote grove lijnen zeg maar en daarna even de details. De grote lijnen gaan over de afstand tot het stuur en de hoogte van het stuur. Die zal ik eventjes laten zien aan de hand van deze fiets. Die heb ik afgesteld dat hij nogal lang is. En dan zie je dat de fiets die is eigenlijk voor mij te klein. Maar ondanks dat, op het moment dat ik rechtop wil zitten en het stuur is zo ver weg als dat het nou is, dan moet ik mijn armen helemaal uitstrekken om bij het stuur te komen. En ik moet zelfs al een klein beetje naar voren toe. Nou, dat is op zich helemaal niet erg als ik een wat sportievere positie wil hebben. Maar stel dat ik rechtop wil zitten, dan moet daarvoor het stuur een wat andere positie krijgen. Die uitgestrekte armen op deze manier, die halen we in eerste instantie eruit door het stuur wat dichterbij te brengen. Afhankelijk van de stuurpen die je hebt, stijgt die dan ook wat. Maar we gaan hem in eerste instantie in ieder geval even iets dichterbij brengen, zodat ik mijn armen wat meer op deze manier kan houden. Hoogte heeft meestal niet zoveel effect, want stel dat ik het stuur omhoog zou brengen en ik zou dus dit doen, ja, dan ga ik omhoog, maar dan heb ik nog steeds uitgestrekte armen, dus dat heeft geen zin. Goed, wat ik nou heb veranderd is dat ik het stuur wat omhoog heb geplaatst, waardoor je ziet dat ik in één keer wel een knik in mijn armen krijg en gewoon op een ontspannen en makkelijke manier bij het stuur kan. Te dichtbij is ook niet goed, want dan zie je dat ik mezelf ga opsluiten in de fiets. En dat krijg ik eigenlijk als gevolg daarvan alleen maar weer meer druk op de handen. Wanneer je een stuur dichterbij had, dan zien we bij de verstelbare stuurpennen van tegenwoordig dat de stuur ook vaak omhoog komt. En dat omhoog komen is niet altijd gunstig. Want op het moment dat ik vanuit mijn schouderpositie eigenlijk mijn hand naar voren beweeg, dan gaat dat allemaal prima tot ik ongeveer een hoek van 45 graden heb bereikt. En op het moment dat ik verder dan 45 graden ben en ik moet verder omhoog, dan moet ik mijn armen gaan tillen. En het tillen van die armen, dat wordt als onprettig ervaren en heel vaak zie je dat mensen dan niet de arm zelf gaan liften, maar dat ze de arm met schouder en al gaan liften om maar niet die arm zelf zo hoog te hoeven liften. Dus veel pijn in de nek ontstaat vaak door een te hoog stuur, hè, waardoor je de armen te hoog moet liften. Dus let daar even op dat je arm niet te veel omhoog hoeft. Goed, als je dan, laten we zeggen, het stuur qua positie min of meer op de juiste plek hebt staan, dan heb je natuurlijk nog te maken met het feit dat je het stuur ook kan draaien op deze manier. Nou, en als je van opzij kijkt, dan zie je eigenlijk al wat er gebeurt. Stel dat ik omwille van de hoogte zeg van nou, ik wil de handvat wel wat hoger hebben en dat krijg ik met een normale afstelling niet voor elkaar en ik zou dat op deze manier gaan doen, dan kijk maar wat er gaat gebeuren. Dan op een gegeven moment doe ik het zo. Maar nu, deze hand die draait en die heeft uiteindelijk tot gevolg dat ik mijn hele schouder omhoog draaien. Dat kunnen we misschien ook wel even van voren filmen, waarin je dat nog veel beter kan zien. He, dus als je mijn schouders even meeneemt, als ik het stuur laag heb op deze manier, dan is mijn schouder vanzelf laag. En het enige wat ik ga veranderen is dat ik het stuur steeds verder omhoog. En op een gegeven moment draait mijn arm eigenlijk zo en kom ik een soort van verplicht met opgetrokken schouders te zitten, die je gewoon ziet zakken op het moment dat ik mijn stuur laat zakken. He, op deze manier. Dus het omhoog draaien van die handvatten, dat is eigenlijk niet zo gunstig. Bij een rechtop zit met een relatief klassiek stuur in de fiets, staan de uiteinden van de handvatten altijd lager dan het middelste gedeelte, of dan het bovenste gedeelte hier, zeg maar. Dus nooit hoger, altijd wat lager. Hoeveel lager?
Dat is afhankelijk van wat je prettig vindt. Zet je hem te laag, dan krijg je op een gegeven moment een extra grote druk, zeg maar, op de binnenkant en op de buitenkant niet, tenzij ik helemaal zo zou gaan zitten. Nou, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus je zoekt eigenlijk naar een positie waarin je een lekkere verdeling van de druk van het handvat door de hand heen hebt. En je eigenlijk met een paar ontspannen armen gewoon zo logisch erop kan. Heb je die eenmaal gevonden, die positie, dan kan je het stuur vastzetten. Ik had hem losgemaakt, maar dan kan je die vastzetten. En dan zien we nog wat detailpuntjes, die ik nog even zal laten zien als de camera nog even deze kant op kan. Zo. Kijk, wat we eigenlijk zien is dat mijn hand heeft deze lijn, terwijl het handvat deze lijn heeft. Dus als ik het handvat goed beet zou moeten pakken, zou ik het eigenlijk zo beet moeten pakken. Maar ja, dat kan helemaal niet. Dat is helemaal niet prettig, want dan krijg ik een knik, zeg maar, hier. Dus mijn hand komt eigenlijk vanzelf zo te staan. Dat geldt voor eigenlijk alle sturen die zo behoorlijk ver naar binnen gedraaid staan. En dit zorgt ervoor dat ik eigenlijk een relatief kleine drukvlak heb op deze plek, omdat dit punt helemaal leeg is. En daar zijn speciale handvatten voor die dat kunnen verhelpen. Die zal ik eventjes laten zien. En dat kan bijvoorbeeld op deze manier. Zie je dat er een handvat is die eigenlijk een vleugel heeft aan de voorkant en aan de achterkant, maar met name ook aan de voorkant. Waardoor op het moment dat de handvat zo schuin staat, net als die, en ik leg hier mijn hand op, dat gat mooi opgevuld wordt. En ik dus mijn hand niet meer in een verkeerde positie kan zetten. En toch een ondersteuning heb door mijn hele hand heen. In plaats van hier, waarin ik een grote opening behoud. Nou, dat gezegd hebbende, hebben we ook nog te maken met soms de breedte van een stuur. Wat smaller kan. Zelf hanteer ik daarbij altijd, even kijken of we dat ook goed in beeld kunnen krijgen, dat zeg maar, als je handen op het stuur hebt en je pakt het midden van elke hand en je zou dat meten, dat je dan ongeveer uitkomt op een centimeter of 12 breder dan je schouderbreedte. En dan niet de schouderbreedte met spiermassa, maar echt de schouderbreedte van het skelet. Dat is vaak wel te voelen. Als je daar een centimeter overheen legt, dat is bij de meeste mensen, bij vrouwen meestal 8, 39, 40 centimeter. Bij mannen vaak 42, 43, 44 centimeter. Meet dat eventjes. Leg je handen op het stuur. Meet die afstand. Zorg ervoor dat het ongeveer 12 centimeter breder. Als het heel breed is, krijg je vaak verkeerde zit. Heel smal is instabiel. Gemiddeld gezien ongeveer 12 centimeter vinden de meeste mensen prettig.